Een andere manier van schulden saneren kan heel veel Tilburgers helpen en de stad miljoenen euro's besparen. Dat vindt Voor Tilburg 013. De gast is fractievoorzitter Ivan Otten. Dit is Stadsforum. Ivan Otten, welkom. Voor Tilburg 013. Ik las over de partij, ik volg de politiek best goed, maar toen ik las van waar is die partij nou van, hè? Allemaal mooie punten, verkeersveiligheid, bestaanszekerheid, armoede, dacht ik, goh, waaraan onderscheidt die partij zich nou eigenlijk van andere partijen in de Raad? Ja, dit is natuurlijk altijd een hele interessante vraag, maar ook een beetje een ingewikkelde vraag, maar hetgene wat wij doen is, en dat blijven we doen, en dat is vanaf dag 1 dat we weer terug waren in de gemeenteraad, is elke dag aan die keukentafel zitten. Dus, bij de mensen thuis? Bij de mensen thuis. Dus ja. Kijk, als kleine fractie is het natuurlijk heel lastig. U zit in uw eentje? Ja, ja, als enige raadslid en met 3 burgerraadsleden. Maar we zijn natuurlijk een kleine fractie en dat blijft het wel heel moeilijk om dan voeten in de aarde te krijgen. Dus je moet constant de verbinding aan blijven gaan met zowel coalitie als oppositiepartijen. Maar als kleine partij blijft het heel lastig om iets te kunnen doen. Dus, en waar we heel goed in zijn, en dat zijn we al jaren, dat waren we voorheen ook al. Wij zijn natuurlijk echte hulpverleners. Dus we werken elke dag met de jeugd, elke dag met de armoede. En we proberen gezinnen nog steeds te ondersteunen en de goede weg te wijzen. Daarin onderscheidt uw partij zich van andere partijen? Dat doen we al 2,5 jaar vanaf dag 1, elke dag. Ja. Lokale partij, u zei het al, we zijn klein, we zijn er eentje. Als ik naar de gemeenteraad kijk, er zitten op dit moment geloof ik 13 partijen in de gemeenteraad. Ja. We hebben Voor Tilburg, we hebben Lokaal Tilburg, we hebben Ons Tilburg. We hebben ook nog de lijst Smolders. 4 lokale partijen. Ik kan me voorstellen dat ook de burger die de politiek best goed volgt in Tilburg, denkt door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, 13 is natuurlijk al een beetje veel. Hè? Dus het samenvoegen van partijen, daar is natuurlijk wel vaker te sprake gekomen, zou natuurlijk een hele goede zet zijn in Tilburg. Hè? Ja. Dus als je ook meerdere lokale partijen samen zou voegen. Ja. Waarom gebeurt dat niet? Nou, volgens mij is dat ingewikkelder dan dat ik nu uitspreek. Uh-huh. Hè? Omdat je hebt natuurlijk een achterban van partijen. Die moet ook nog instemmen. De leden moeten instemmen. Je hebt het bestuur van een vereniging, je hebt het bestuur van een stichting. Het is zoveel regels en zoveel protocollen, een beetje hetzelfde als het systeem, eigenlijk een beetje een bureaucratie binnen de politiek, die het natuurlijk heel lastig maakt. En op het moment dat je een fractievoorzitter ineens de zetel moet leren delen, om het zo maar te zeggen, ja, dat wordt wel lastig. Ja, maar is en lastig. De achterban moet ook natuurlijk wel mee instemmen. U zegt aan de ene kant, ik zit in mijn eentje in als eenmanspersoon in de gemeenteraad. Dat is alleen als enige van de fractie. Allemaal kleine partijen, we krijgen relatief weinig gedaan. Ja. Wat loopt er om de samenwerking op gang te krijgen? Want u zegt het is moeilijk, maar er zijn vast initiatieven om die samenwerking te verbeteren. Nou, de samenwerking is eigenlijk heel goed, want de saamhorigheid in de gemeenteraad is supergoed. Mm-hmm. Op het moment dat ik ergens van, maar ongeacht welke partijen ondersteuning nodig heb, dan krijg ik hem. Dat is 1 telefoontje. Dus die samenwerking die is er al. Mm-hmm. Alleen u stelt mij de vraag, ziet de burger door de bomen bos niet meer? En dan is mijn antwoord, zou natuurlijk heel goed zijn om 1 grote lokale partij te creëren. Dat zou natuurlijk een heel goed antwoord zijn. En wat gebeurt er dan om ervoor te zorgen dat er straks bijvoorbeeld Lokaal Tilburg, Ons Tilburg, nou, dat het allemaal straks 1 partij wordt? Zijn er ontwikkelingen gaande om die samenwerking tot 1 partij tot stand te brengen? Volgens mij is een aantal jaar geleden zijn er wel een aantal partijen die hebben een poging gewaagd, maar dat is ergens gestrand en ik weet niet precies waarom dat zo is. Ja. Maar goed, op dit moment lopen er naar mijn weten geen gesprekken of geen voorbereidingen worden getroffen in ieder geval daarvoor. Ja, maar we hebben over 1,5 jaar verkiezingen. U heeft ook zelf niet het initiatief genomen om eens bij die andere partijen op de koffie te gaan en eens te kijken van, kunnen we meer samenwerken? Nee, het contact is heel goed onderling en we werken goed samen, ook omdat natuurlijk de lokale partijen allemaal deel uitmaken van de oppositie. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dat gaat eigenlijk heel goed. En wat wij met Voor Tilburg 013 hebben gedaan, is vanaf dag 1 gekeken van, de afgelopen 12 jaar, in ieder geval 2,5 jaar geleden, na 4 verkiezingen heeft Voor Tilburg, voorheen Voor Tilburg, nu Voor Tilburg 013, altijd 1 zetel gehaald tijdens de verkiezingen. En we hebben heel goed gekeken van hoe kunnen we nou zorgen dat we vanuit midden in die wijken, hoe kunnen we nou zorgen dat we sterker voor de dag komen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar sterker voor de dag is onder andere misschien 1 partij. Nou ja, wij hebben in ieder geval gekeken naar
naar ons schema, naar onze analyses, naar onze plannen die we hebben gemaakt. Om te gaan kijken hoe kunnen we over 4 jaar, 2,5 jaar geleden, hoe kunnen we dan sterker voor de dag komen. Met een sterker team, met heel veel professionals die aangesloten zijn, met meer leden. Dus daar hebben we naartoe gewerkt. Ja. En natuurlijk blijft de vraag altijd van kunnen we niet met andere partijen een grotere partij bouwen, lokaal. Maar er zijn op dit moment geen initiatieven gaande om straks tot 1 partij te komen. Althans. Lokale partijen, want wat voegen lokale partijen dan toe aan de gemeenteraad? Volgens mij voegen lokale partijen meer toe dan een landelijke partij. En waarom? Omdat een landelijke partij altijd afhankelijk is van een beleid uit Den Haag. Is dat zo? Want als ik de VVD Tilburg zegt, wij zijn voor Tilburgers. D66 Tilburg zegt, we zijn er voor de Tilburgers. CDA Tilburg, we zijn er voor de Tilburgers. Ja, dat klopt. En waarin onderscheidt u zich dan? Een lokale partij kan altijd zelf autonoom de beslissing nemen over hoe je bestuurlijk een beslissing neemt. Mm-hmm. Dus op het moment dat een Tilburger iets nodig heeft binnen de ambtelijke organisatie of wij moeten de weg wijzen, dan hebben we niemand nodig waar we verantwoording hoeven af te leggen. Op het moment dat wij een sponsoring willen doen, ik geef maar even, of producten willen laten maken omdat we een team willen sponsoren, een hockeyteam met een hoop vrijwilligers, dan hoeven we aan niemand verantwoording af te leggen of een vraag te stellen. Wij laten dat gewoon maken en sponsoren dan die artikelen. U ziet bij die andere partijen dat zij wel steeds verantwoording moeten afleggen. Ja. Ja. En, maar daar staat tegenover, zij krijgen training, coaching, hulp, die andere partijen. Ja, dat is natuurlijk een heel goed punt. Hè? Dat maakt het voor ons nog lastiger als kleine fractie. Ja. Omdat als wij hebben die achterban die wij hebben, die is natuurlijk vele malen kleiner dan de achterban die die grote partijen hebben. Ja. Dus op het moment dat zij een motie willen schrijven, dan kunnen ze van zoveel hoeken lastig. Wat maakte dat u zelf de stap sowieso naar de politiek maakte? Want u heeft een bijzondere aanloop hoe je in de gemeenteraad terechtgekomen bent. Ja, ik ben ooit horecaondernemer geweest. Het is nu 10 jaar geleden dat mis is gegaan. Ik had twee restaurants in Tilburg. En door omstandigheden ging dat mis. Toen raakte ik alles kwijt. Dus ik raakte mijn woonhuis kwijt, kwam in een schuldsanering terecht. En mijn zoon die werd geboren. Die was net een paar maanden oud, dus ze stonden op straat. Ik kreeg een burn-out, dus ik kreeg een beetje alles tegelijk. En toen zag ik wat voor dikke stroop heel dat systeem is. Dus, en hoe het systeem zichzelf verkoopt als mensgericht. Welk systeem? Het systeem in dit geval, in mijn geval, van schuldhulpverlening. Ja, want u had het schulden en vervolgens had u zoiets van hoe kom ik hier in godsnaam uit? Ja, ik heb hele goede ondersteuning gehad, wel ook van de ondernemerszaken en zo toen, van de gemeente Tilburg. Maar uiteindelijk word je wel gekoppeld aan schuldhulpverleners of aan bewindvoerders. En die bewindvoerder van mij toen de tijd, die verkocht zichzelf constant als mensgericht en maatschappelijk betrokken. En uiteindelijk was het helemaal niet mensgericht, het was systeemgericht. Dat gevoel kreeg ik, en dat was die dikke stroop waar ik toen in terecht kwam. Ja, en help mij even, wat moet ik me daarbij voorstellen, systeemgericht? Nou, systeemgericht is, toen de tijd had ik een voortraject voordat je de schuldhulpverlening in kunt, van 1 jaar. Toen had ik 3 jaar saneren om die schulden kwijt te schelden. En daarna nog 5 jaar BKR. Dus ik ben 9 jaar van mijn leven kwijt geweest. Zonder dat ik stappen heb kunnen nemen tot een nieuwe onderneming. Of mijn plannen weer, mijn creativiteit kon uiten. Zo lang is het moment dat u alles kwijtraakte, tot u weer iets nieuws kon beginnen. Daar is zo lang overheen gegaan. Ja, nou ben ik redelijk eigenwijs. Dus toen ik net uit de schuldsanering kwam, toen heb ik de plannen al geschreven toen ik nog in de schuldsanering zat. Om te kijken van hoe kunnen we de schuldhulpverlening efficiënter maken. En toen heb ik daar de plannen geschreven en toen ik uit de WSMP kwam, de schuldsanering, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, toen ben ik die plannen in uiting gaan brengen. Mm-hmm. En toen heb ik ook een subsidie gekregen en toen kon ik echt... Om andere mensen mee te gaan helpen. Maar wat deed dat met u dat zo lang duurde, zo stroperig was? Wat had er voor invloed op u? Nou, dat heeft heel veel invloed. Beter gezegd. Ja. Kijk, uiteindelijk heb ik daar mijn schouders onder kunnen zetten en dat heeft mij natuurlijk enorm geholpen. Maar misschien 90-95% van de mensen lukt het niet. Kijk, uiteindelijk, ik heb er nog steeds, en ik ben nu 11 jaar bijna verder dan toen ik uit de schuldsanering kwam. Als die brievenbus, als ik die hoor, denk ik nog steeds aan een moment terug van toen. Van die deurwaarders en van die brieven in de kassabureaus. U schrikt iedere keer als de brievenbus kleppert. Schrikken is niet meer zo. Maar ik heb er misschien wel 6 of 7 jaar over gedaan voordat ik er niet echt meer geen last meer van had. En ik nog steeds herinnert mij aan dat moment.
Ja. Nog steeds. Dat maakt zoveel impact en je hebt natuurlijk veel minder geld en je kunt je kind bijna geen eten geven. En dat is echt wel lastig, hoor. Ja. U heeft, zegt al, ik heb mijn schouders eronder gezet. U heeft uw eigen ervaring omgezet in hulp aan andere mensen. Ja. Het bedrijf of de organisatie Netto Leven. Wat heeft u precies gedaan? Nou, ik heb toen gewoon de deur opengezet en gewoon op social media gezet. Kom maar met je problemen. Letterlijk. En uiteindelijk heb ik daar 45 gezinnen mee mogen ondersteunen richting een schuldenvrij bestaan. En 70% van 45 gezinnen ondersteund? Wat heeft u gedaan met die gezinnen? Nou, we hebben gekeken, we hebben natuurlijk eerst alles in kaart gebracht. Dus eigenlijk een beetje wat het systeem nu ook doet. Alleen, in kaart gebracht, wat is de schuld waar de mensen in zitten, wat zijn de problemen? Uitgaven in kaart brengen, schuldenoverzichten maken, plan van aanpak maken, contact zoeken met schuldeisers. En zo kijken of er nog een beetje spaargeld is, of je een spulletje kunt verkopen, of familie en vrienden willen bijspringen om te zorgen dat je toch een potje kunt creëren. Met dat potje ga je naar de schuldeisers en zeg je van nou, we hebben 5000 euro en dat is een schuld van 20. Die 5000 euro kunnen we of vanavond betalen, of net als in mijn geval, gaat dat gezin 9 jaar een systeem in. Mm-hmm. En dan krijg je uiteindelijk... Systeem van het saneren. En BKR-registraties. En iedereen moet daar binnen betaald worden binnen dat systeem. En dan krijg je 6 of 7% aangeboden van zo'n bewindvoerder of curator. En dan uiteindelijk krijg je maar 0,5% uitgekeerd. Ja. Maar u bedacht, ik ga die andere gezinnen ga ik helpen. Dat zij op een andere manier uitkomen. Dat was uw inzet. Ja, exact. Ook om daarvan te leren. Dus ik wou het systeem leren kennen, maar ik wou ook een andere kant leren kennen. Ja. Om te kijken van hoe kunnen we het nou zorgen dat we het efficiënter kunnen doen. Ja, en dat is gelukt. Want die mensen zijn sneller uit het traject gekomen. 70% was binnen 6 maanden schuldenvrij. Van de mensen die u geholpen heeft. Ja, ja, dat is een fantastische score, lijkt mij. Ja, precies. Zonder BKR-registratie. En uiteindelijk, we zijn ook gaan kijken wat we ook hebben gedaan. Die mensen moet je natuurlijk ook leren zelfredzaam zijn. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijk dingetje. Dat is een heel moeilijk onderwerp in deze samenleving. Maar het stukje zelfredzaam zijn, dat betekent dat op het moment dat er een brief binnenkomt, of er komt een mailtje binnen met een factuur, wat doe je daar dan mee? Hè? Ja. Dus in plaats van dat je alles in ochtends met tabbladen, wat natuurlijk 80% of niet interesseert of het niet snapt, dan moeten we zorgen dat we met maatwerk zorgen dat we dat proces veel eenvoudiger maken. Ja. En dat lukte. Ja. En van die 70% bleek uiteindelijk 80% zelfredzaam na 6 maanden. Dus je kon er gewoon na 6 maanden zeggen, nou... U heeft de mensen geholpen dat ze niet jarenlang in de schuldhulpsanering zaten, dat ze er veel sneller uit waren. Daar was u succesvol in. En vervolgens maakt u de overstap naar de gemeenteraad. Is dat dan omdat u denkt, ik ga in de gemeenteraad dat nog groter aanpakken dan ik met mijn eigen bedrijf doe? Of had u een andere reden? Nee, dat is nu. Nu begint natuurlijk mijn rol, althans voor mijn gevoel, begint mijn rol in de gemeenteraad steeds duidelijker te worden. Toen ik een aantal jaar geleden werd gevraagd, wil je dan deel uitmaken van een politieke fractie? Mm-hmm. Toen dacht ik, van, ja, dat is natuurlijk wel hartstikke interessant. En dan kom ik er nog dichterbij in het vuur. Ik wil het systeem echt goed van binnen en van buiten leren kennen. Nou, toen hebben we ook een campagne uitgezet met voor Tilburg toen nog. Van kom maar hier met je schuld, of in ieder geval kom hier met je problemen. Dan gaan wij kijken hoe... Als politieke partij heeft u dat aangeboden. Dus feitelijk ging hetgene wat u deed als bedrijf, die mensen ging helpen, ging naadloos over in wat u als politicus deed. Ja. Maar deed u dan exact hetzelfde, want daar had u niet de gemeenteraad in gehoeven? Nou, het zijn wel twee verschillende dingen natuurlijk. Hè? Want... mensen helpen. Kijk, ondertussen is dat bedrijf Netto Leven, de initiatief wat u net zei, is natuurlijk niet schuldig geworden nu. Dus, en we gaan nu landelijke campagnes uitzetten. Zo groot is het eigenlijk al geworden met echt een goed team aan mensen. Maar dat is natuurlijk een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En de politiek is natuurlijk heel iets anders. En buiten dat zijn er ook hele goede afspraken met de burgemeester. Dan moet ik echt wel even bijzeggen dat ik met mijn bedrijf natuurlijk geen zaken mag doen in de gemeente Tilburg. Ik mag daar zelf geen belang bij hebben. Mm-hmm. Dus in de gemeente Tilburg doen we verder ook niks. Maar de politiek of een commercieel bedrijf, daar zijn wel twee hele verschillende dingen. Ja. Want op het moment dat ik een voorstel doe in de politiek of in de gemeenteraad, dan moet je nog zorgen dat je en heel die gemeenteraad meekrijgt. Dan moet je het college nog aan het werk zetten. Dan moet het college nog met de ambtelijke organisatie aan het werk. Mm-hmm. En voordat de plannen kunnen worden uitgewerkt, ben je soms al 2 of 3 jaar verder. Ja. Terwijl ik met mijn bedrijf nu iets bedenk en morgen staat het online. Ja, maar dan toch maakt u de overstap naar de gemeenteraad. U gaat van iets wat snel en efficiënt werkt naar iets wat in uw ogen traag en stroperig is. Omdat dat snap ik niet. Omdat het heel goed is om samen te werken met het systeem.
En daar, in eerste instantie, toen ik het systeem leerde kennen, toen was het, ik heb ook gevochten voor die mensen die, om te voorkomen dat ze in de problemen kwamen. Ja. Dus dat heeft me ook soms verder van mijn doel afgebracht. Ja. Maar uiteindelijk hoopt u, doordat u in de gemeenteraad zit, meer mensen te kunnen helpen die in de schuldenproblematiek zitten. Ja, ik probeer het gewoon. Dat is uw drijfveer? Zeker. Ja, dat is het. Gaat ook niet over mij of over mijn partij of over mijn bedrijf. Het gaat erover dat we die mensen beter kunnen ondersteunen richting een fijner leven. Ja, ik hoor ook wel eens van mensen wel zeggen, die schulden worden vaak heel makkelijk kwijtgescholden. Dat geluid hoor ik ook, hè? Dat mensen er te makkelijk van en zich weer opnieuw in de nesten werken. Die geluiden kent u ook. Maar heeft u voorbeelden van het feit dat mensen zich weer opnieuw in de nesten werken? Ik ken ze niet, maar ik hoor het wel eens mensen zeggen van je moet het ze niet te gemakkelijk maken, want dan gaan ze zichzelf in de nesten werken. Ja. Dat zijn wel eens hardliners die dat zeggen. Ja, dat zijn misschien wel dezelfde mensen die blijven zeggen eigen schuld, dikke bult. Ja. Ja, kijk, ondertussen. Het zijn broodjes apen die betreft. Ja, zeker. Nou, het komt in een enkel geval natuurlijk wel voor. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn. Er zijn ook heel veel mensen die op mijn pad zijn gekomen en zeiden van ja, ik heb 30.000 euro schuld door een of andere wietzolder, ik noem maar wat. Ja, dan. Ja, hè? Ja, mensen doen wel eens domme dingen, maar daar hoeven ze niet hun leven lang voor gestraft te worden. Maar waar komt het vandaan dat ze die domme dingen doen? En die 30.000 euro schuld die ze nu hebben met die wietzolder, die komt ergens vandaan. Ja. Daar komt ergens vandaan omdat ze daar misschien ook al in de problemen hebben gezeten. En als je nu kijkt naar corona of je kijkt naar de toeslagaffaire of iets dergelijks, mensen kunnen gewoon door omstandigheden in de problemen raken. Ja. En als je kijkt, je leest krantartikelen, 1 op de 4 gezinnen vindt het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. 1 op de 4. Ja, dat is heel veel. U heeft uitgelegd waarom het voor de mensen belangrijk is dat die schuldhulp, sanering beter wordt. Maar wat wordt de stad er beter van? Nou, als je kijkt naar de invloed en de impact van mensen met schulden, dan zie je echt dat levert zoveel stress op. Je IQ kan dalen met 13 punten. Je gaat ongezonder leven, je gaat minder sporten, je gaat meer roken, je gaat meer drinken. Je kinderen hebben daar wel last van. Dus op het moment dat je echt vol inzet op schuldhulpverlening, dan kun je zorgen dat er juist minder jeugdzorg nodig is. Of minder. Het reikt zo ver. Zo ver reikt het. Want als je het bij de kern aanpakt, kijk, schulden zorgen ervoor dat uiteindelijk heel veel hulpverlenende instanties in het leven geroepen moeten worden. En als mensen sneller uit die schulden zijn, dan is er ook minder hulp voor die mensen nodig. Als je meteen met jeugd, als jeugd schuld, al vanaf 14 jaar, als je daar al mee aan de gang gaat, kun je uiteindelijk zorgen dat jeugdzorg minder nodig is. Dat er minder stress wordt veroorzaakt, minder psychologen nodig zijn, minder gezinsondersteuners, minder de toegang bijvoorbeeld, hè, minder SIEM. Wat initiatieven noem ik nu eventjes. Maar schulden leveren zoveel stress op dat je uiteindelijk zou kunnen zorgen dat je minder jeugdzorg nodig hebt, minder wetlangdurige zorg, minder WMO. Daar reikt in zoveel. En het reikt generatie op generatie op generatie gaat dat door. Als we dan de stad verbeteren, zou de stad er ook een stuk beter op worden. Prachtig, dat zou prachtig zijn. En dat is een beetje mijn doel hier, wat ik nu kom doen. Ik wil terug naar die gemeenteraad en waar u in zit. Als eenmansfractie en die samenwerking met die andere partijen. U heeft al uw motief uitgelegd waarom u in die raad gaat. En tegelijk zegt u, ik krijg in mijn eentje, valt het niet mee om iets gedaan te krijgen. En als ik iets gedaan krijg, dan duurt het ontzettend lang. Waarom onderneemt u niet meer om, dan toch, we hebben over 1,5 jaar hebben we verkiezingen. Waarom doet u niet meer om toch tot een grotere partij te komen? Want waarom zegt u niet tegen Frans van Aalen, lokaal Tilburg, of tegen Linda Oelemans van ons Tilburg, hè? Je moet even goed nadenken, of tegen Hans Smolders, Lijs Smolders. Zullen we eens proberen of we voor de gevolgende gemeenteraadverkiezing 1 partij vormen en dat we meer gedaan krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, want als u na dit gesprek, u gaat ze straks opbellen en zegt, zullen we samen koffie gaan drinken met z'n vieren? Dan wordt u straks misschien wel een grotere partij. Nou ja, dat is natuurlijk een hartstikke goed idee, maar het is er eigenlijk gewoon nog niet van gekomen. Dat is het eigenlijk. En we zijn zo hard aan het bouwen geweest de afgelopen 2 jaar en zijn er 7 dagen in de week mee bezig geweest. Dat hoofdstuk is nog niet aangebroken. Ja, maar wat over 1,5 jaar zijn er verkiezingen? Ja, precies. Dus zou het misschien over een jaar wel kunnen, of over 1,5 jaar. Of in ieder geval dat gesprekken zullen starten. Ja, misschien morgen wel. Mm-hmm. Misschien wel naar aanleiding van deze uitzending. Dat u met de partijen gaat... Er is natuurlijk wel een reden waarom een aantal partijen het wel hebben geprobeerd, mm-hmm. maar dat het niet is gelukt. En dat is? Nou ja, ik ben daar niet bij geweest, dus ik heb daar geen oordeel over. Er zijn partijen geweest tussen, voor de mensen die niet weten, tussen lokaal Tilburg, Frans van Aalen en Linda Oelemans van ons Tilburg. Ja. Om te kijken, om samen te gaan. En dat heeft tot niks geleid. Ja, verder weet ik niet de ins en outs daarvan. Mm-hmm. Ik heb geen idee van. Ja, maar wat er in de weg zit, weet u ook niet? Nee, geen idee. Maar als het aan u ligt, is het in ieder geval goed dat de lokale partijen koffie gaan drinken samen. En dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 misschien wel
één lokale partij meedoet aan de verkiezingen. Ja, het klinkt een beetje als een soort van utopie. Daar lijkt het een beetje op. Maar dat zou natuurlijk in het meest ideale scenario zou dat heel goed zijn. Het zal niet aan u liggen? Nee, zeker niet. Nee, dat is... dan zijn we heel benieuwd naar wat u gaat doen. Hoe ziet het eruit straks, voor wat u betreft? U gaat wel weer meedoen in over anderhalf jaar? Zeker. Dat is zeker. Ja, zeker, zeker. Ja. Is, ja, en die club wordt toch steeds groter ook. Hè? Dus, de U-partij bedoelde? Ja, ja, voor Tilburg 013 wordt steeds groter. Met veel meer leukere mensen. En we gaan heel veel evenementen doen volgend jaar. En ja, er staan heel veel leuke dingen op de planning. Oké, wij zijn heel benieuwd. We blijven het in ieder geval volgen. Ivan Otten, dank u wel voor uw komst. Heel graag. Graag gedaan. Dit was Stadsforum. Tot volgende week.